Het is Jelvjolver naast de spielers in het Abelester Stadion het veld opkomen. Onder begeleiding van vuurwerk. Een soort vuurwerk. Misschien wel wat te volle vuurwerk, want er komt zo volle reek dat voor het beginnen maar trainen er net in zit. Maar Kees van Wonderen vindt het mooi. Ja, die was mooi. Dat is goed. Met supporters natuurlijk die laten blijken dat, dat ze de ploeg ondersteunen en dat er een belangrijke wedstrijd aankomt. En nou ja, in je eigen stadion en met de sfeeractie van de supporters is het leuk om, om zo je laatste training af te werken. Ja, ik vroeg me er wel af. Was het ook wel leuk, want je kon vrij lang niks zien. Nee, het was mistig, ja. Klopt. Nee, maar het ging wel, dus hoort er een beetje bij. Ja, die vuurpijlen nog op het veld. Ik zag een paar spelers duiken. Ja, en wat achtergebleven schade van de vuurpijlen. En de, maar nee, het ging allemaal. Dat was prima. Dat is allemaal acceptabel. Dat mag allemaal. Hoort er allemaal bij. Hoort er allemaal bij. Oorzaas vlinder hier binnen de supporters die we spreken vol vertrouwen over de derby. Verdediging van Cambuur, dat liep het de laatste wedstrijd. Ik wil een gatenkaars. Daar komen ze vrij makkelijk doorheen, hè. Oh. Wij hebben Oppert op goal, selecteerd voor Oranje. Wij winnen maar 4-0. Ik had er net zoveel. Natuurlijk is het een belangrijke wedstrijd. De 3 punten was dat altijd wel. Maar ik had er net zoveel. Ik hoop dat ze gaan winnen van Cambuur. Nou, je punten die blauwe heren, dat weet ik zeker. Hoezo? Nou, maar als je al weer op het veld staan, hè. Dat je het jou net van winnen. Nee, die 3 punten blauwe heren, dat weet ik zeker. Ja, we draaien als een tierenleer en Cambuur draait gewoon niet goed. Dus kan niet missen. Ja, ik weet net. Dat is toch een beetje. Ja, de stads in het dwarp. Ja. En. Ja, zulke wedstrijden moet je gewoon winnen. Ik weet net waar dat fut komt, maar er is gewoon een gigantische haat. Hoe viel is het haat? Ja. Ik had dat gewoon net, zo. Maar waarom ben je hier jeugd dan? Oh, ja, maar dat jeugd aan mij, hè. Even zien, dus... Is Heerenveen dan beter? Ja, want Cambuur staat één de laatste. Ja, maar wel sportieve haat. De training is net heel lang, maar Pavel Bokjefiets traint wel mooi. Hij kreeg vrienden weekend zijn Excelsior een tik op zijn ankel. Ja, dat gaat redelijk. De tijd is natuurlijk kort, dat weten wij, dat een forse enkelblessure. Maar dit kon hij redelijk afwerken, dus we wachten zo even af hoe zijn bevindingen zijn, hoe het morgen weer is. Nou ja, dan kijk ik, neem een besluit. Ja, dus de besluit is nog niet genomen of hij gaat spelen, ja of nee? Nee, dus dat is nog niet helemaal een definitief ei overgelegd. Nee.